Welke? Die? Deze. Goedemorgen. Welkom in onze vlognummer 92. Het is vroeg, we zijn nog laat opgestaan. 6 uur. Begonnen met onze werk. Retrain your brain. Retrain your brain. En nu bezig met online werk. Ik heb net weer een leuke vlog voor jullie ingepland. En ik ga mij klaarmaken voor de boot. Want ik ga met mijn zwager de Fleur plezierboot eruit takelen. Voor mijn ouders die in Amerika zitten. Dus ik ga vandaag kapteintje spelen. En varen. Dat lekker geniet. You are nobody until somebody loves you. Lovely, I love Michael Bublé. Until somebody comes and loves you. Aan boord van de Fleur, met niemand minder dan mijn zwager. Dan moeten we kijken hoe dat we die boot aan de praat krijgen. Kapitein, ahoy. Nou, aangekomen op de plek van bestemming. Heel grappig, we gaan nu eruit. Daar staat de tarel. En dan gaan we flying met de boot. Vliegende boot. Woehoe. Kijk, daar komt mijn redding. Niet de nummer 1, 2, nummer 3. En daar staan we dan. Zwaar René is nu aan het voorschuiven, alle schelpjes eraf. En dan moet ik hem zo afspuiten. Dan wordt dan de man die op zijn best krabben kan. Dan. Maar... Oh mijn Gerrit. Krabben we. Ligt Lucilla lekker een beetje te slapen. Ik ben hier weer mijn kopje water met citroen en honing aan het drinken en een banaantje. En Luan die heeft het antwoord... deze knop niet druk. Het antwoordapparaat ontdekt. Van hallo Lia. Wat heb je daar ontdekt aan? Dat is een hallo Lia. Ja, voicemail hè? Ja. Ja. En ik ben even op internet te kijken voor nieuwe schoenen voor Luan, want hij moet weer nieuwe winterschoenen krijgen. Je moet nieuwe schoenen, hè? Ja. Dus ik ben eventjes aan het kijken. Ik zal even de camera draaien. Kijk, ik ben hier even op internet aan het kijken. En ik had hier even bij de jeans, zie ik deze schoen van Timberland. En die vind ik wel echt heel erg stoer. Kijk. Oh, die ziet er wel heel leuk uit. En Luan heeft nu, denk ik, maat 25. Dat wil ik nog even gaan checken in de winkel. Deze is 74,95. En dan ben ik even aan het kijken of ik hem nog goedkoper ergens anders kan vinden. Dus ik ben even gaan googlen. En dan google ik die naam, zeg maar. Nou, je ziet al dat hier op deze site is die ook 75 euro. En ja, ik had de Weekamp al aangeklikt, maar daar is die ook 75 euro. Maar ik ga nog even kijken of ik hem ergens anders goedkoper kan vinden. Dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen. Mooi schoen. Aan de zijkant een rits hier. Ditte, ook mooi. Klaar. Ja, mama is even schoenen aan het kijken voor jou. Gaan we straks even naar de stad toe om jouw voetjes op te meten. Welke maat je nou precies hebt. Dan kan mama schoenen voor jou gaan kopen voor de winter. Waarom? Omdat de schoenen die je nu aan hebt zijn toch een beetje te klein, zei je? Ben je klaar? Ja, ik ben bijna klaar. Wil je ook even kijken? Ja. Vind jij je mooie schoenen tussen staan? Ja. Waar is Mara als je mooie schoenen zit? Ik wil...
Is de Timberland blauw? Ja. Maar blauw is ook wel mooi, hè? Ja. Vind je blauwe schoenen een keer mooi? Ja. Je hebt altijd bruin. Ja. Misschien is blauw ook nog wel leuk. En het is weer middag. De kinderen zijn weer lekker aan het spelen. Hallo. Natuurlijk met de stofzuiger. En het is lunchtijd en ik ga een smoothie maken. Een gezonde smoothie. En ik heb dit hier alvast klaargelegd. Ik heb hier een foto van gemaakt. Want ik ga het natuurlijk weer op Instagram zetten. Dus dan zet ik even zo mooi neer. En ik zal je nou laten zien hoe ik dit ga maken. Kijk, ik heb er ook weer een Instagram foto van gemaakt. Dus check even Instagram voor de foto van de smoothie. Goed gedaan, Luan. Ik wil een mixer. Slokje? Ik wil een mixer. Ik wil appel. Ik wil appel. Super lekker. Echt super lekker. Even tijd om lekker een boterhammetje te eten met het mooie inspirerende boek die ik nu aan het lezen ben, De Ongetemde Man. En natuurlijk niet te vergeten, maar 1,5 liter water. Ja, het is echt heel erg gezellig met mijn zwager door samen de boot te doen en nu even lekker nog genieten van het mooie uitzicht. En nou eet ik even lekker een krekkertje met kalkoenfilet als tussendoortje. Ga je krekkertje eten? En we zijn weer aan de wandel. Wow, kijk. Michilla, hallo. En Luan hierop. Want we gaan even naar de stad, Luan. Ja. Ja, even naar de stad toe. Wandel gezellig mee. Wat heb je daar, Lua? Oh, mooie legging. En had je deze ook gepakt? Ja. Van wie is die dan? Voor Lua. Wat is dat dan? Mooi kobertje. Ja, ja. Ja, goed gezien, hè? Ga je nou? Zo. Ja.
heerlijk. Even een lekkere latte macchiato. Fantastisch een boek. De ongetemde man die ik lees. Zo even lekker rustend in het bootje. Voordat ik hem alleen laat voor zijn winterslaap. Zo lekker, hè? Naar keihard eigenlijk nu buiten te hebben gewerkt. Hem helemaal met de schelpjes te hebben afgeschaapt. En met de hoge drukspoot te hebben afgespoten. Is toch echt lekker. Nu ook vooral met de mandaat7.nl cursus die ik ook echt geleerd heb. Dat je naar harde arbeid het ook heel erg belangrijk is om even weer te relaxen. En te aarden. En ik zit hier dus nu lekker met een warme latte macchiato op te warmen in de Fleurboot. Plus, het is een heel gaaf boek. Als advies gekregen op de mandaat7.nl avond. En dat heet dus het boek De Ongetemde Man. Nou, ik vind het echt gewoon zo'n fascinerend boek. Dat ik hem bijna op zo'n 70 bladzijden na aan één stuk uitlees. En het gaat dus echt over het geheim van de mannelijke ziel blootgelegd. En heerlijk. Vooral na zo'n druk ochtend werken is het toch nog fijn om zo toch nog even ook een klein uurtje persoonlijke ontwikkelingstijd in te voeren. Want vaak maak je al zo de fout dat je weer snel in de drukte en de hectiek invliegt. En denk, dat lezen dat komt later wel. Maar echt belangrijk, probeer elke dag het liefst een half uur tot een uur jouw personal development tijd in te plannen. Zodat jij echt persoonlijk blijft groeien en ontwikkelen. Ter verbetering voor je echtgenoot, je kinderen en je family members. I believe in you and me. Nou, we zijn weer bijna thuis. Ja. Bijna boven. We waren dus bij de Zies geweest, nog. We gaan naar Wiep. En naar de Wiep, ja. De computer. Ja, en met de computer. En met de muis. Ja. Maar daar waren we de Ziens geweest en daar hebben we voetjes gemeten. En hij heeft dus maat 25 nu, een maatje groter. Ja. En die Timberlands, die we vanochtend zagen, die waren dus meten. Ook weer in de winkel. Maar Timberlands is dus niet leer binnen. En dat vind ik dus wel erg, heel erg belangrijk voor kindervoetjes, dat ze leer zijn. Dus die wordt het in ieder geval niet. En voor de rest was ook nog wel leuke bunnies, maar die waren niet meer in zijn maat. Dus ik ga even verder shoppen online, maar nu zijn we lekker thuis. Doe maar open, Lua. Ik doe het open. Ja, doe maar open. Hij kan niet. Open. Open. Zijn we weer. Moet er ook wel slot, hoor. Thuis. Hij kan niet. Doe het weer. Ja, doe maar dit. Oh ja, maar met de sleutel eruit halen. Nou, we zijn weer thuis en we zijn weer herenigd. We zijn weer met z'n vieren. En hier bij Rondemals. Ja, dat hebben jullie waarschijnlijk ook gezien. Ik ben nu lekker aan het koken. En wat ga ik maken? Ik ga wraps maken. Ik heb hier paprika's. Ik heb hier net spullen gesneden. Ui. En knoflook. Knoflook hier. En kip. En ja, ik ga even lekker koken rippen. Oh, ik vind het altijd heerlijk als die geur van knoflook pan uitkomt. Kennen jullie dat ook? Dat je dan die knoflook in de pan doet en dan ruikt die heerlijke knoflookgeur. Oh, lekker. Het is dat jullie niet kunnen ruiken, maar het ruikt lekker. Nou jongens, we kunnen aan tafel. Kom maar. Dankjewel dat jullie bekeken naar deze video. Voor degenen die onze informatieve video's willen volgen op de maandag en op de donderdag komen informatieve video's en de rest van de week vlogs. Dankjewel dat je keek. Abonneer op Slanke VTV. Ergens op de top. Duimpjes omhoog. En tot morgen weer. Doei. Dat zegt papa toch. We gaan naar de gamma. Papa is love to be a klusser. Mijn nieuwe passie. Kijk eens. Hoi jullie zijn in de gamma. Goed advies. Van Nanny, René en het team, ja. Help mijn man eens klussen, hè? Ja. Zeg maar bedankt. Ja, zeg maar bedankt. Doei.
Dit is een mus, 1799. Maar we gaan kijken of we een constructie kunnen bedenken. Dat we de lijm die we al hebben, met de latex kunnen voorbereiden. Ja, dat glas weer zo.